Zondag start de nieuwe dienstregeling van NS. Waar kun je wijzigingen verwachten? Vaker onze nieuwe intercity en afscheid van een internationaal spoorritueel. Dit is NS Weekly. Hoi en leuk dat je weer kijkt. Even opletten als je vanaf zondag met de trein reist, want vanaf dan kan de vertrektijd van jouw trein wijzigen. NS start die dag met een nieuwe uitgebreidere dienstregeling. Tussen de grote steden gaan weer vier intercities per uur rijden, ook in de weekenden en in de daluren. Daarnaast gaat het aantal verbindingen op populaire trajecten omhoog. Zo komt de rechtstreekse intercity direct terug over de hogesnelheidslijn tussen Breda en Amsterdam. Op rustige momenten gaan op het aantal trajecten minder sprinters rijden. In totaal rijdt NS daarmee ruim 1800 extra treinen per week. Een andere belangrijke wijziging: de reistijd naar Berlijn die wordt een half uur korter. De nieuwe dienstregeling past beter bij het reisgedrag na de pandemie. Daarnaast verwacht NS hiermee meer reizigers te kunnen bedienen. Wil je weten wat dit nieuwe spoorboekje voor jou dit betekent? Kijk dan op onze site voor een overzicht. Onder deze video vind je een rechtstreekse link. En jouw precieze reistijden vind je uiteraard in de reisplanner. En in die nieuwe dienstregeling valt ook de nieuwe Intercity op. NS rijdt vanaf zondag weer drie keer per uur rechtstreeks over de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. Die ritten staan gepland met de Intercity nieuwe generatie. Het is de volgende stap in de introductie van deze trein, de zogenoemde ingroeifase. NS rijdt inmiddels met 14 treinstellen en daar komen er stapsgewijs meer bij. Straks in NS Weekly: Met de nieuwe dienstregeling komt een einde aan een spoorritueel. We kijken zo naar een van de laatste locomotiefwissels aan de Duitse grens. Maar eerst even iets anders. Want de start van de dienstregeling 2024 is ook goed nieuws voor mensen met een beperking. Vanaf zondag zijn namelijk bijna alle stations waar onze treinen rijden voorzien van reisassistentie. Die hulp bij bijvoorbeeld in- of uitstappen biedt NS dan op 241 stations. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze site. Daar lees je bijvoorbeeld ook dat veel van onze nieuwe treinen al een gelijkvloerse instap hebben. Dan een blik op afgelopen week. In Rotterdam kwam een einde aan wekenlange werkzaamheden. Als dank voor hun geduld ontvingen reizigers dinsdagochtend zakjes pepernoten. Na het werk kunnen de treinen er sneller aankomen en vertrekken. Perons 9, 11 en 12 werden verlengd, sporen en wissels vernieuwd en de bovenleiding werd aangepast. Dan een blik op wat je komend weekend te wachten staat. Er staan namelijk diverse werkzaamheden gepland, bijvoorbeeld tussen Amsterdam, Sloterdijk en Schiphol. Hou ook in Zeeland rekening met extra reistijd. Daar rijden minder treinen en op aangepaste snelheid vanwege verzakkingen van het spoor. Ga je op pad? Je kent ons advies, check van tevoren onze reisplanner. En ik noemde het net al, dit weekend komt er een eind aan een internationaal spoorritueel. Op grensstation Bad Bentheim wisselt Intercity Berlijn nu nog iedere rit van locomotief. Dat ziet er zo uit. De huidige NS-locomotief maakt nu nog plaats voor eentje van de Oosterburen, vanwege een andere spanning op de Duitse bovenleiding. Vanaf 10 december rijdt NS International met een nieuwe locomotief die in beide landen kan rijden. Dan is dit grensritueel niet meer nodig. Mede daardoor zijn reizigers een half uur sneller in Berlijn. En wil je meer weten over die snellere verbinding naar Berlijn? Dan heb ik goed nieuws, want aanstaande zondag is NS Weekly er weer met een extra uitzending over Intercity Berlijn. Op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling hoor je van mijn collega Oscar hoe die versnelling van een half uur mogelijk werd. Dan nemen we onder meer een kijkje in de nieuwe locomotief. Kijken dus zondag vanaf 10 uur op dit YouTube-kanaal. En daarmee komt er weer een eind aan deze aflevering. Volgende week donderdag zijn we er uiteraard weer met een reguliere uitzending. Tot dan.